We komen van de Hindustanen. Na de Hindustanen kwamen de Javanen. Vandaag hebben we op de bank Elwin Admodi Mejo. En hij gaat ons meer vertellen over de komst van de Javanen naar Suriname. Meneer Elwin, welkom. Dankjewel. Hoe zijn de Javanen in Suriname terechtgekomen? Heel verhaal natuurlijk. Mm-hmm. Het verhaal begint bij de afschaffing van de slavernij, 1863. Toen werden al die arbeiders, dus die slaven, werden van de plantages gehaald of wilden niet meer werken. En men zocht naar alternatieve arbeidskrachten. Mm-hmm. De Nederlandse overheid, of de Nederlandse staat, die kolonisator was van Suriname, die had in eerste instantie met Engeland een verdrag gesloten om uit Brits-Indië, heette dat toen, werkers te halen. Mm-hmm. Ze moesten toestemming hebben van de Hindustanen om de mensen uit India te halen. Het heeft deels gewerkt, deels niet. Veelal omdat die afspraak gebaseerd was op het feit dat die mensen uit India mm-hmm. Britse burgers bleven en niet onder controle van de Nederlanders konden komen. In 1873 waren de eerste Hindustanen en in 1890 mm-hmm. heeft toen de toenmalige kolonisator onder de Nederlandse handelsmaatschappij besloten om uit een andere kolonie van hun, en dat was Oost-Indië, dus Indonesië, mensen te halen, mm-hmm. te ronselen, te werven om naar Suriname te komen. En het is een heel proces geweest tot en met 1939. Mm-hmm. Maar dat is de ontstaansgeschiedenis van de komst van de Javanen naar Suriname. Op 9 augustus 1890 mm-hmm. kwamen de eerste Javanen uit Java. Uit Java. Ja. Oké, wat zijn de markante momenten van de Javanen in Suriname? Natuurlijk de eerste keer. Hè? Mm-hmm. Wat zo markant is, is dat de Javanen als vee werden vervoerd yeah? in schepen. We hebben onlangs afgelopen week de film Jaji gehad. Dat betekent lotgenoten, lotgenoten op de schepen die naar hier werden gehaald. En ze werden gepropt, geronseld om naar Suriname te komen onder valse voorwendselen. Voor mij was dat een markant punt, mm-hmm. omdat een heleboel mensen hun familie daar achterlieten, geen geschiedenis meenamen qua familie, maar ook haven en goed moesten achterlaten. Mm-hmm. Dat heeft een ommekeer gebracht in hun levenspatroon, want op het schip zijn ze naar elkaar toegegroeid mm-hmm. en hebben ze elkaar beschouwd als meer dan familie. En dat woordje Jaji, dat is lotgenoten, mm-hmm. dat is één markant punt. Dat zie je ook terug in de Javaanse cultuur hier in Suriname. En hoe lang duurde zo'n reis? Maanden. Hey. Want je moest je voorstellen, het was niet geavanceerd voor, toen, maar ze kwamen dus via Afrika weer kolen inladen om het schip aan te wakkeren voor stoom. En dan naar Nederland om in het depot geregistreerd te worden en dan naar Suriname. Dus het was een heel gedoe. Sommigen hebben dat verhaal nog kunnen navertellen. Mm-hmm. Anderen zijn gestorven op de schepen. Maar in 1939 kwam het laatste schip, de Kotagede. En die groep Javanen, die in 1939, net voor de oorlog, wereldoorlog, mm-hmm. die hele grote groep is in Khorasan gevestigd. Mm-hmm. De eerste groep die kwam, die werd toegevoegd aan de Hindustanen op Marienburg. Mm-hmm, mm-hmm. En het ging al niet zo goed in het begin. De mensen moesten een plek vinden, er waren al mensen daar, een beetje wrijving, trobi. En al gauw werd er gekozen om voor de Javanen om in de rietvelden te werken. Dus het tweede markant punt is het settelen mm-hmm. van de Javanen, de dorpen. We noemen nu Marienburg niet echt door de Javanen gezetteld, mm-hmm. maar Khorasan is een van ze. En dorp, Lelydorp, ja, zoals we dat zeggen. Mm-hmm. Dus we hebben een heleboel dingen. En naarmate die geschiedenis ging ontwikkelen, evolven, zijn er een aantal hele leuke momenten, maar ook dieptepunten gekomen in de relatie met Nederland. Mm-hmm. Een heel leuk moment was als gouverneur Kielstra in de jaren 30. Die kon het heel goed vinden met de Javanen, Indonesië. En die zei, weet je, op Suriname moeten we maken dat het tweede Javaans Indonesisch land. We moeten ver-Indoniseren, zei hij. Maar goed, het kwam niet door het parlement of door de Staten-Generaal in Nederland. En het is zo gebleven. Vandaar dus een heleboel diversiteit. En de Javanen hebben zich daardoor een plaatje weten te
te verwerven. Maar oké, ze hebben kunnen verwerven. Hmm. Maar hoe was die reactie? Want er waren andere bevolkingsgroepen voor de Javanen hier. Toch? Hoe hebben ze hun gereageerd? Uit de geschiedenis hebben we begrepen dat het in eerste instantie de Javanen het gewoon moeilijk hadden met zichzelf. Ze moesten een plekje vinden. Het was een vreemd land, niemand had iets verteld. Dus ze waren in eerste instantie bezig met zichzelf. De integratie met anderen, dat is een beetje onbegrip wederzijds, dat ging, dat ging stroef. Als je de geschiedenisboeken openslaat, dan zie je wat schermutselingen onderling en tussen bevolkingsgroepen. Maar we hebben, het is een vredelievend volk. Hè? Een Aziatisch volk is een beetje, het is niet echt een oproeren. Oproeren. Dus we hebben elkaar leren accepteren. En we hebben naar elkaar leren luisteren. Mm-hmm. Maar voornamelijk was het onderling een plekje zoeken. Mm-hmm. En ik denk niet dat de andere bevolkingsgroepen zodanig tegenzet hebben geboden. Of verweer hebben geboden dat de Javanen niet welkom waren. Mm. Want er waren een aantal leuke dingen. Mooie mensen, mooie vrouwen, lekker eten. Welkom, dacht ik. Maar het is niet van een leien dakje gegaan. Ja. En voornamelijk door de integratie in die Surinaamse samenleving. Mm-hmm. Ja. Welke groepen worden onderscheiden bij de Javanen? Kijk, de grootste groep kwam uit Java. Mm-hmm. En de eerste groep die vertrok was uit Solo. En daarna uit Java. Bandung. Mm-hmm. En dus je hebt verschillende typen Javanen. Als je naar mij kijkt bijvoorbeeld, ik stam nog net niet af van een kabouter, weet je, mijn lengte, pygmeeën. Je dus zit dat, net boven. Ja, ik ben dus gemiddeld, ik ben gemiddeld Javaan. Ja, ja. Maar je hebt Madurezen die heel lang zijn. Oh, ja, ja. En je hebt mensen die Soedanezen bijvoorbeeld. Mm-hmm. Het zijn blanke Javanen, heel groot. Maar je hebt ook Chineesachtige mensen, dus net als ik, die gehaald werden uit een deel van Java. En die kwamen. Het grootste gedeelte, 80% van de Javanen die hier kwam uit Java, Midden-Java. Maar bijvoorbeeld, ik heb een broer van mijn moeder, die woont nog in Sumatra. Weet je, dus daar kwamen ook mensen vandaan. Hebben die Javanen hun cultuur behouden? Ik denk dat we een hele goede job hebben gedaan om cultuur te behouden. Natuurlijk is het aangepast. Kijk, ze hebben niet veel kunnen meenemen op die schepen. Mm-hmm. Het enige wat je kon meenemen is geschiedsvertellingen, cultuurbehoud, gewoontes, mm-hmm. en je adat. En dat hebben ze hier geleerd aan hun generaties. En natuurlijk met een Surinaamsteentje eraan, want niet alles wat we hier als cultuur of cultuurerfgoed beschouwen, mm-hmm. herkennen ze terug in Indonesië. Dat, mm-hmm. weet je, wij zijn op sommige punten zijn wij hier ver voor, mm-hmm. anders. Maar op andere punten zijn wij gewoon blijven steken in die oudheid. Terwijl daar bijvoorbeeld een heel, heel mooi voorbeeld. Ik ben zelf trots dat ik Javaan ben, afkomst Javaan. Maar mijn familie heeft zich ontwikkeld naar de christelijke kant toe. Mm-hmm. En heel jarenlang in de Javaanse christelijke kerk werd er geweigerd om met een gamelan, dat is dus dat muziekinstrument, muziek te maken. Mm-hmm. Het is gewoon een muziekinstrument. Wat zie je nou de dag van vandaag als je naar Indonesië gaat? En je gaat naar kerk en dan spelen ze gewoon met het muziekinstrument in de kerk. Dus daar zie je dat nuanceverschillen. In het algemeen, over het algemeen, hebben we gewoon goede dingen behouden. En zelfs versurinamiseerd. Hè. Is er een bekende vertelling die de Javanen mee hebben genomen uit Indonesië? De meeste vertellingen die komen uit het schaduwspel van die poppen. Dus de wayang, die wayang pop. Ja. En dat wordt in verschillende verhalen verteld. Mm-hmm. Dit is een uitermate belangrijke tool, mm-hmm. Een middel om onze verhalen te vertellen. Maar dan heb je natuurlijk ook, kijk, bij de Javanen in Indonesië was de invloed van het hindoe-geloof, mm-hmm. heel sterk. Dus de Ramayana, mm-hmm. heeft ook een belangrijke plaats weten te krijgen in de Javaanse geschiedenis. Ik heb zelf ook Ramayana gedanst. Mm-hmm. Dat is 40 jaar geleden toen ik 15 was. Maar wat betekent wayang? Wayang betekent pop. Oh, dit is wayang kulit. Dus dit is van een huid van een rund gemaakt. Oh. Maar je hebt ook wayang wong. Dus mensen die zich verkleden, weet je, en ja, dansen. Ja. En dansen en dat soort dingen.
Dus je hebt Wayang Wong. Maar je hebt tegenwoordig moderne versie. Je hebt waarschijnlijk ook wel Does Cabaret meegemaakt. Ja, Does Cabaret. Waar ja, het cabaret ja. wordt verteld. Ja. Dus zo worden ook verhalen verteld. Verhalen in een komische vorm, maar ook wel serieuze dingen worden verteld op die manier. De verhalen hebben we meestal ook terug te vinden in boeken. En je weet, het is net als de Bijbel. Vroeger was de Bijbel van mond tot mond verhalen vertellen, overhandigen van dingen. Maar zijn er bekende verhalen? Want kijk, bij die Afrikanen, daar heb je, dan denken we aan een Anansi. Ja, dus kijk, we hebben een clownfiguur, Petro. Petro. Dus het is een clown. Ja. En die is een grappenmaker in het paleis. En daar hebben ze zoveel verhalen erover. Dus net als Anansi. Ja, ja. Maar je hebt bijvoorbeeld ook de godenvertellingen. Arjuna is een hele bekende. Maar de Ramayana, zeggen we, die komt heel sterk voor. We hebben natuurlijk, wat niet algemeen bekend is, hebben wij ook paleisverhalen. Dat wordt ook uitgebeeld in de Wayangs voorstellingen. En dit bijvoorbeeld symboliseert een koningshuis of een huis of een koninkrijk. Waar staat de Javaan nu? Ik denk op sociaal vlak zijn we goed geïntegreerd, op cultureel vlak helemaal. De Surinaamse samenleving die kent ons. Iedereen weet waar een warong is. Iedereen kent de Surinaamse gerechten. Ik denk dat we maatschappelijk en politiek er nog niet helemaal zijn. We zijn wel trots dat we in de loop der jaren toch een rol van betekenis mogen en kunnen spelen in die Surinaamse politiek. Een stevige betekenis. Maatschappelijk mag het wat beter. En daar praat ik natuurlijk over economische ontwikkeling. Over naar buiten treden. We zijn niet zo vaak schreeuwige mensen van ik ben dokter en kijk hoe geweldig ik ben. Zetten we zo'n grote advertentie in de krant. Afgestudeerd en weet ik veel. Dat doen we niet zo vaak. Silent. Ja. Aan de andere kant vind ik dat we niet weg te denken zijn uit de Surinaamse cultuur. Heel simpel. Als Elwin een keer honger heeft of meneer Earl, dan mag ik bij jouw baan even. Helemaal, het is, klopt, het helemaal. Is zo automatisch ja, in de mond. Ja, klopt helemaal. Ai, weet je? Of, hé, ik lust een lumpia. Maar men staat er niet bij stil. Het is precies alsof je naar de stad, hé, ik lust een roti. Je staat er even niet bij stil. Dus het is totaal goed geïntegreerd op dat soort vlakken. Op sommige momenten kan het wat beter. En daarom zijn we hier, u bent de gast hier bij het complex van VHJI. Dat we bij VHJI institutionele versterking willen doen dan alleen danspartijtjes. Maar waarvoor staat VHJI? VHJI staat voor Vereniging Herdenking Javaanse Immigratie. Okay. Dus het is 36 jaar geleden opgericht. Want wij kennen het even hoor. Als Sana Budaya. Sana Budaya, ja. Sana Budaya is een onderdeel van VHJI. Sana Budaya betekent ons cultuurhuis. Oké. En dit complex is van VHJI, waarbij Sana Budaya onderdeel daarvan is. VHJI is een landelijke organisatie, waarbij dus de verschillende regio's van district tot district vertegenwoordigd zijn in VHJI. En zo heb je verschillende centra's. Je hebt centra's in Lelydorp, in Wanika, in Mungo, overal. Maar het hoofdcentrum wat we willen doen voor VHJI is Sana Budaya, waar we bij elkaar komen en waaruit het beleid wordt opgezet. Dus de geschiedenis een beetje. Hoe ziet de toekomst van de Javaan eruit? Op zich zie ik het goed in, de Javaan op zich. Die vraag zou iets breder getrokken moeten worden. Hoe ziet de ontwikkeling van de Javanen in Suriname op zich? Dus met die Surinaamse bevolking. We moeten leren een keer onze mond goed open te doen en zinnige dingen te zeggen. Constructieve bijdrage leveren. Op cultuurgebied zijn we prima. Op culinair gebied ook. Ik denk dat we interraciaal goed zijn geïntegreerd. Er zijn veel gemengde huwelijken. Ja, ja. Er zijn veel intellectuelen. Maar we moeten maatschappelijk en economisch weer terugkomen. Een van de dingen is dat we altijd gezegend zijn hier met regen. Ja, klopt. Helemaal. Helemaal. Die,
Wat is zo typisch aan Javaans eten? Javaans eten. Als ik zeg, jongens, we gaan naar een warung, wat komt er bij u op? Bami, soto, bakabana, bakabana, lumpia, satay. Ja, kijk. San! Wij Javanen zijn altijd goed voorbereid. Wauw. En we zien dus hier de gerechten die gewoon gangbaar zijn. Ja. Dit zijn dus de... Die telometrie, jezus. Snel, dit is onze fastfood. Ja. Dus de nasi, de bami en de telo. Maar natuurlijk hebben we een heleboel gerechten. De Indiase keuken en de Indonesische keuken. Die hebben ze een keer onderzocht, culinair in de wereld. Die zijn de meest uitgebreide en gevarieerde keuken van de wereld. Als het loopt, kruipt of groeit, eten we het. en frappant is van die koe, eten jullie alles, 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 alles. En niets blijft over van en, de koe. En als we het klaarmaken, herken je niks van de smaak. Het gaat zo lekker naar binnen. Dus we hebben op culinair gebied, cultureel culinair gebied, hebben we een stempel gedrukt in die Surinaamse maatschappij. En iedereen kent de bakabane, iedereen kent de saté, de bami, de lapis. Die telo. Ze soto, de telo. Ja, met de lekkere telo-tree. Nono, de mofo en lo watra. Typisch van kleren, de kleding van de Javanen. Ja. De Javanen, toen ze kwamen, hadden werkkleding aan. Als u hier achter kijkt, dan ziet u een zwarte pak en een soort kleed, een sarong. Mm-hmm. En die broek en die sarong, dat was meestal het kleed waarmee de mensen het veld op gingen. Mm-hmm. Dus, die broek heet kato komprang. Kato betekent broek. Komprang is groot, makkelijk. Mm-hmm. Dus je taya manang wan thee. Ja. Dei nakwan sarong abraman, dat mag bang. Uh-huh. Tegenwoordig moeten we een t-shirt aantrekken, wel op pet. Ja. Zo gingen de mensen het veld in. Dat was hun werkhouding. Die vrouwen ook. Die vrouwen hadden gewoon een doorzichtige blouse aan. Heel luchtig. Sarong eroverheen, tayeng. Pranalezi tussendoor maken ze kinderen. Dan maak ik op pranalezi bakken. Mm-hmm. Dus mijn ouders, grootouders, de 13 kinderen, is productie. Machinekamer. Typisch over die talen van de Javanen. Ja. Ik heb altijd achter je gestaan. Zelfs op de momenten dat jouw steunen mij pijn deed. Ik wilde altijd het beste uit je halen. Zodat jouw basis goed was en je beschermd was tegen leed. Ik wilde je altijd groot zien worden. Groot, sterk en gezond. Ook op de moeilijkste momenten was ik er voor je. Vaak op de achtergrond. Umpsa walowatra. Maar umpsa ding nanga makandra. En wins no, aten kenki, mi ati na view. En alobi disi, na lobby futru. De Molen, al 50 jaar liefde van Suriname. Al onze producten verrijkt met ijzer, vitamine B1, B2 en foliumzuur. Dus we hebben een Surinaams-Javaans taal, zoals we de Surinaamse Hindi noemen. En we hebben een vriendentaal, een beetje harde taal, dat heet Mokko. En daar hebben we een Bahasa, dat is een trapje hoger. Mm-hmm. En daar hebben we een Kromo Ingel. Mm-hmm. Ik ga je een voorbeeld geven. Als jij en ik praten als vrienden, dan zeg ik tegen jou, Kowe. 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 Als ik tegen mijn ouders praat, zeg ik Sampean. Dus ook, maar dat betekent ook jij. Oh. Als ik tegen een hoogwaardigheidsbekleder praat, dan zeg ik Panjenengan. Dus de Kowe, Sampean en Panjenengan zijn het allemaal hetzelfde in gradaties. En die Javaanse taal is zo mooi dat mensen het door elkaar gebruiken, maar je moet er even stil bij staan. Maar even een anekdote over de Javaanse taal. Ja. Sommige mensen zijn een beetje gegeneerd om Javaans te praten of hun eigen taal. En ik kan tegen een stootje en je loopt krabu toe. Mm-hmm. Dus mensen noemen me altijd pa'e. Ja. Sommige, heleboel Javaanse jongens voelen zich
gegeneerd of een beetje beledigd. Maar ik leg ze uit, laat me je vertellen wat het betekent. Als iemand zegt pa'e tegen jou, dan moet je trots zijn. Ik ga je zeggen waarom. Pa'e in mijn taal, in de Javaanse taal, is pa, betekent grote meneer. Dus zomaar. Dus ik zeg tegen, laat ze het nog 5 keer zeggen, pa'e, pa, pa. En bij de 5e keer moeten ze buigen, zoals we het in Indonesië doen. maar nog iets. Die Indonesiër. Ja. Gaat die Indonesiër die Surinaamse ja pa'e ja. verstaan? Het hangt er vanaf in welk gebied je komt. Oh. In Java kunnen met het Javaans, dus die tweede gradatie Javaans, wat we hier spreken, kunnen ze ons prima verstaan. Mm. Maar ze hebben daar dus een Bahasa Indonesia. Dus het is zoals we Nederlands praten. We denken dat we Nederlands praten, toch? Ja. Maar ja, als we met ons Nederlands naar Nederland gaan, klopt. Dan begint men te zeggen, wat zeg je? Is waar. Dus het is dialect en weet je, we hebben leenwoorden, veel leenwoorden. En we moeten daar stil blijven staan. Maar over het algemeen kan je met je, in Java zeker, en dat is het centrum van Indonesië, kun je goed met je Javaanse taal overweg. Ja. En ma'e, wat betekent ma'e dan? Is moeder. Geldt het ook? Oh, moeder. Ja. Oh, het is zomaar de sjeng. Niet meer doen hoor. Je bent geen kleine meid of zo, zeg maar. Nee. En moeder, als je moeder zegt in het Japan, heb je diep respect. Oh. Dus ik zeg, moeder, kunt u me helpen? Oh. Ma'e. Ja. Ma'e. We gaan het afsluiten. Ja, dankjewel. Dus ik wil eigenlijk doorgaan hoor. Het wordt spannender en spannender en interessanter. Kunt u afsluiten in het Javaans afsluiten met hoe wij hier ook samenkwamen? Nee, dat kan ik niet. Mm-hmm. Omdat ik dat niet heb geoefend. Oh, u... En ik schaam me er niet voor. Want wat ik niet kan, kan ik altijd nog leren. Ja, goed zo. Maar ik moet het wel goed zeggen. Want een van de zaken is dat wanneer Javanen... als je Javaans praat en je zegt het verkeerd, voelen sommige mensen zich beledigd. Oh. Maar ik kan wel zeggen, dankjewel. Ja. Voor ze toeloor, maar toch gewoon. Voor vandaag dat u hebt willen kijken. Dank naar u. Tapa Bangsel. Dank u. Dat was het voor deze keer. We zaten met meneer Elwin Admodimejo en hij heeft ons meer verteld over de Javanen. Pa'e, ma'e, voel niet een fassi. 5 keer pa'e, moet je buigen. Ma'e betekent moeder. Weet je, dus voel je niet beledigd. We gaan nu richting Rosakerk. En daar wacht mevrouw Monique Nushaya, Nushaya op me. Mevrouw Monique, we zijn onderweg, we rooien hier even op. We zijn bij Sana Budaya, we rooien op en dan komen we direct jouw kant op. Bye bye, swai swai. En Monique, hallo, jij bent van de Libanezen. Ja, ik weet het.